Dit is helemaal niet ongewoon eigenlijk voor jou, Henkje. Op zo'n dag als vandaag hier lekker aan een biertje te zitten in een cafeetje. Want jij bent eigenlijk een man die altijd overal komt. En horeca heeft jou je hele leven getrokken. Ja, ik mag wat zeggen dus, dat ik mijn hele leven in de horeca heb gezeten eigenlijk, in de muziek. En ik vind dat natuurlijk even onder elkaar, ik vind het even prachtig dat we dus zo even kunnen babbelen eventjes. Hè? Ja, want we gaan het even over een stukje van jouw leven hebben. Ja. We vullen een stukje in van jouw leven, want jij hebt een heel bijzonder leven natuurlijk. Hè? Ja, ik mag wat zeggen, want er is ook een boek uitgekomen dadelijk en ze hebben het opgeschreven. En mijn leven, dat mag wat zeggen, dat zijn allemaal avonturen geweest. Ja, die avonturen. En een van die avonturen wil ik het nou vanmiddag eens met jou over hebben. Dat is dat avontuur, het rood avontuur. Want dat is natuurlijk alweer in de 70 jaren gebeurd. Rood was natuurlijk een hele bijzondere band. Rood, dat was heel bijzonder. Ik mag wat zeggen, ze hebben wel wereldhits gemaakt. We hebben problemen gehad met de belasting en noem maar op uiteindelijk. En dat was een stukje van mijn leven. Ja, want je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt in die periode. Jullie waren met 4 leden, hebben jullie de band opgericht? Ja, mijn broer heeft de band opgericht met nog 3 leden uiteindelijk. En wie zaten er allemaal in? Dat was je broer Frans? Ja, ik geloof dus Arjen Kammerga, Frans Pan en Hans Krakau. Arjen was de drummer? Arjen was de drummer en de zanger was Krakau. Hans? En de bassist die was Frans Pan. Ja. Hij heeft later ook bij Favriet gezeten, dus die is later helaas verongelukt. Ja, die is op de voorbereiding, heel lang geleden is die verongelukt, heb ik begrepen. Het was een vreselijk ongeluk allemaal. Ja, maar het heeft heel wat droevenis bij jullie veroorzaakt. Dus ik mag wel zeggen, dus, rood, dat is een stukje van mijn leven geweest. Daar hebben we dus van alles, verdriet en liefde en vrouwen en drank, daar hebben we van alles met beleefd allemaal, belastingsschuld. Dus, heel bijzonder gebeuren. Hey, hoe kwamen jullie aan de naam Rood? Wie heeft dat bedacht? Rood heeft mijn broer, Frans, die was ook de leider van de band, die heeft hier een beetje bedacht. Het was een korte naam, kort en krachtig. En die Rood is opgericht bij ons op de ijsbaan. De Leeuwarden is wel bekend, Leeuwarden ijsbaan. En daar hebben ze mij ook een beetje gevraagd als een soort manager, want ik wist niet even wat manager was. Dat is wel een mooi duur woord. Ja, een heel duur woord. Ik kon het hard niet uitspreken. De jaren 70 natuurlijk een superband. Ik bedoel, heel veel mensen die waren helemaal gek van Rood. En natuurlijk dat geweldige, prachtige Unchained Melody. Hoe is dat nummer eigenlijk tot stand gekomen? Nou, dat nummer is tot stand gekomen via Wobbe Verzeijen. Volgens mij was het een cover. Ik wist niet eens wat een cover was, maar ze zeiden, ik dacht eerst dat het een autoband was, maar het was een cover. En op een gegeven moment komt Wobbe en zei, ik had contact met Wobbe, ik zei, laten we dat even opnemen eigenlijk. En dat riedeltje, dat van speciaal van, het, van de gitaar, dat was door Hans Wolfslag dus ingemonteerd, of die had gespeeld. Ja. En zo is het tot stand gekomen. Dus we hebben hem uitgebracht op een klein singeltje. Nou, en toen moest het promoten worden. Dan. Ik vond het zelf al een hit. Hè? Want iedereen die begon naar te vragen, de optredens, dat was dat een van de belangrijkste dingen dan van Rood. Ja, want jullie moesten veel optreden, kregen jullie natuurlijk ook naar aanleiding van zo'n single. Hè? Jongen, we hebben dus wel 3 à 4 keer per week moesten we optreden. Dus van binnen en buitenland. We hebben dus in Boedapest gezeten. We hebben dus allemaal optredens gehad in Duitsland bij de militaire kazerne, wat wij niet beleefd hebben. Alleen om dat plaatje dus, want iedereen vroeg ernaar. En iedere, ik mag wat zeggen, evenementenbureau uiteindelijk, die was gek op ons. Dus ze boekten ons maar raak. Ja. Ja, reclame maken, dat zat je eigenlijk gewoon gelijk al in het bloed. Want jij had altijd hele gekke ideeën. Zo had je bijvoorbeeld ook het gekke idee om met briefkaarten iets te gaan doen om het nummer te promoten. Want vertel eens hoe dat nou precies ging met die briefkaarten. Nou, het kwam zo tot stand dat Gerrit de Vries, die had een programma dus bij de Tros. En ik had een keer gehoord dat iedereen dus wel een plaatje aan met één briefkaart. Ik denk bij mezelf dan, ik was toch manager, hè? Ik was wel een beetje commercieel ingesteld. Ik denk, wat doe ik nou uiteindelijk? Wat heb ik nou gedaan? Ik heb allemaal 100 briefkaarten gekocht. En heb ik dus met overleg met Ria Pietersma, die zat een beetje in een fanclub. Ik zeg, af die briefkaarten nou gewoon invullen. En we geven ze mee aan vertegenwoordigers en ook bandleden allemaal en familieleden dadelijk. En die gooien we dus in de bus
in Limburg, in Brabant en dergelijke. En dat, ik had een telefoonboek en iedereen dus die nam die briefkaarten mee en die gooide ze op een bus. De Gerard de Vries, die kreeg soms honderden aanvragen dus van Rood. Ja, maar ze kwamen in principe allemaal uit Leeuwarden vandaan? Ze kwamen allemaal uit Leeuwarden weg uiteindelijk. Dus we hadden een telefoonboek en ik schreef mijn adressen op uiteindelijk. En mijn broers en Ria, die schreven me op uiteindelijk. En we hadden weer honderden uiteindelijk en die gaan we weer iemand mee. Jij was je tijd ver vooruit, want tegenwoordig doen ze dat met Hive, sturen ze iedereen een berichtje en dan vragen ze aan al die mensen van willen jullie op die en die artiest stemmen, maar dat deed jij al in de 70 jaren met de briefkaarten ver vooruit. Ik zeg je al, ik was mijn tijd altijd ver vooruit, hè. Maar dat komt altijd later dus. Hè. Als Jaas nog wel één bent, dan zeggen ze nou, het was toch een jongen dus met een beetje intelligentie. Ja. Hey, dat is van marketing. Heb je vroeger nooit in angst gezeten om de bandleden op tijd op optredens te krijgen? Want tegenwoordig hebben we allemaal mobiele telefoontjes, dus we kunnen elkaar heel snel bereiken. Maar vroeger ging dat natuurlijk niet in jullie vakantieperiodes. Moest je iedereen maar op tijd optrommelen als er wat was, zoals bijvoorbeeld dat optreden bij de Veenhoop. Ja, ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van Otto Belsma, de organisatie van de Veenhoop. En de Cats, die hadden dus problemen dan met de stembanden. Dan. En wij moesten en wij zouden daar spelen. Maar Otto Belsma heb ik verteld, dan. Ik zeg, ik ken de jongens niet bereiken, dan. Hoe moet ik dat doen? Hij zegt, alsjeblieft. Dus ik heb iedereen geprobeerd te bereiken, dan. Via de Wegenwacht, via dat uiteindelijk. En op een gegeven moment jongens van huis gehaald. Een Rodi gebeld uiteindelijk om de bussen maar te laten. Uiteindelijk zijn we dus wel op tijd daar gekomen. Alleen, we hadden geen geluidsapparatuur mee. Dan. We hebben maar gewoon dus de draad met de stekker hebben we dus, erin gezet. En zo hebben we dus een half uur hebben we op het podium gestaan. En meer hebben we dus niet gedaan. Maar we hebben geplaybacked in die tijd ook? We hebben geplaybacked. Ja. En we hebben de pool gebeurd, maar ik moet zeggen, dadelijk, dat was er een van onze mooiste optredens. En jullie hebben gewoon met eigen banden meegezongen? We hebben gewoon met banden meegezongen dadelijk. En niemand heeft het geweten dadelijk. En iedereen was tevreden. Nou, dat zijn de mooiste optredens. Dat zijn de mooiste optredens, ja. Ja, we hebben eigenlijk alle facetten al een klein beetje gehad van het artiestenleven en van het manager zijn. De drank, de vrouwen, de leuke spontane dingen allemaal, het op tijd zijn. Maar waar we het niet over hebben gehad is eigenlijk het geld. Want geld was natuurlijk belangrijk. Goede afdrachten naar de belastingen toe. Belasting had in de tijd de actie Schuimkraag. En met de actie Schuimkraag, daar weet je nog wel het een en ander volgens mij van. Hè? Want je kreeg een behoorlijke aanslag. Nou, ik zal je vertellen, ik kreeg een aanslag van 78.000 gulden. En ook de leden. Dat was veel. Dat was vreselijk veel uiteindelijk. En wij hadden dus, volgens de belasting, hadden we dus nooit de boekhouding bijgehouden. Hè? We hadden wel een schriftje waar we alles dus inkomsten en uitgaven dus. Maar als muzikant kon je dus niks. Kon je niks aftrekken. Nee, dus het was wel een beetje naïef voor ons. Maar ja, een beetje een vreemd circuit eigenlijk wat dat betreft. Hè? Ook met artiesten hadden ze niet echt de regels nog in die tijd. Nee, want wij speelden zelf voor de belasting. Wij speelden voor het arbeidsbureau enzovoort enzovoort. Dadelijk. En de belastingdienst had ook een zwarte kas. Nee, dus voor de personeel zijn. Ik kom maar even een voorbeeld. Ja. Maar fijn, ik kreeg 78.000 gulden aan mijn achterwerk. Maar op een gegeven moment heb ik toch wel een vriend getroffen. En die werkte bij de belastingdienst in Groningen. Ja. En dan zei op een gegeven moment, Henk, je moet eens een keer op een donderdagmiddag moet je eens even komen. Ja? Ik op donderdag naar me toe, bij mijn vriend, hij zegt, blijf hier maar even zitten, neem maar een bakje koffie, ik ga even naar boven toe. Hij zegt, want donderdags heeft hij altijd zo'n best in. Dus tot mijn verbazing komt hij een uur later komt hij van boven naar beneden toe. Hij zegt, Henk, je moet nog 500 gulden betalen. Hij zegt, dan ben je er vanaf. En ik zeg, maar hoe heb je dat allemaal geregeld? Hij zegt, dat vertel ik je niet. Hij zegt, dat is het geheim van de smid. Hij zegt maar, hij gaat altijd even een paar uurtjes stappen met Elk en hij vindt het altijd zo vreemd. En het is gewoon een leuke man.